Dit is de derde presentatie over het zenuwstelsel en deze gaat over de basale kerngebieden. Het niveau is al wat hoger dan normaal gesproken, maar dat mag ook wel een keer. Nou, allereerst eventjes, welke zijn de onderdelen van de basale ganglia, oftewel de basale kernen? Ja, dat is het lastige is dat er geen eensluidende definitie over is, maar de meest genoemde structuren zijn het corpus striatum en dat bestaat uit het putamen en de nucleus caudatus, de substantia nigra, oftewel de zwarte stof, de globus pallidus en de nucleus subthalamicus. Wat we hier zien is de nucleus caudatus in de vorm van een staart. Daartoe dankt hij ook zijn naam. En het putamen en die twee samen vormen het striatum. Iets meer mediaal gelegen zien we dan de globus pallidus. En de globus pallidus, zoals we straks zullen zien, is in twee delen onder te delen. Nou, de staartdeel van de nucleus caudatus reikt tot aan de amandelkern, oftewel de amygdala. En we zien ook dat er verbindingen zijn met de nucleus subthalamicus en de zwarte stof in de hersenstam, oftewel de substantia nigra. Hier zie je nogmaals ruimtelijk weergegeven de nucleus caudatus en het putamen. Nou, zoals vermeld, beiden zijn het striatum. Daarnaast hebben we de globus pallidus met het laterale en het mediale deel. De nucleus subthalamicus en de substantia nigra. Er zijn ook uitgebreide verbindingen met cerebellaire structuren. En dat is op zich natuurlijk niet zo gek gezien het feit dat al deze kerngebieden ook het een en ander doen met de motoriek. Hier nogmaals de structuren die de basale kerngebieden uitmaken, namelijk de nucleus caudatus, het putamen en vervolgens zien we dan de globus pallidus. Hier een doorsnede op transversaal niveau door de hersenen heen en we zullen zo direct een klein stukje gaan uitvergroten en dat is dit gedeelte. Op de volgende plaat zie je daar meer van. Hier zie je diezelfde gebied uitvergroot en we zien dan hier nog een stukje van de nucleus caudatus en het putamen en beide vormen dus het striatum. Het globus pallidus ligt mediaal van het putamen en we verdelen dat eronder in een lateraal deel en een mediaal deel. Zowel de nucleus caudatus als het putamen en de andere kerngebieden krijgen input en geven ook een stuk output. En we zullen daar zo direct even wat meer over gaan zien. Want het striatum krijgt langs drie wegen input. Van de cerebrale cortex en dat is stimulerend. Vanuit de thalami stimulerend. En vanuit de substantia nigra een modulerend, oftewel een bemiddelende input vanuit de substantia nigra. We weten ook dat de nigrostriatale zenuwverbindingen, dat die normaal gesproken via dopamine worden gestuurd. En als dat verstoord raakt, dan zien we het ziektebeeld van de ziekte van Parkinson ontstaan. Output vindt plaats via het striatum en dat heeft een remmende ofwel inhiberende functie door GABA-producerende cellen die de verbinding vormen tussen de globus pallidus en de substantia nigra. GABA is trouwens een afkorting voor gamma-amino-boterzuur en dat A'tje is dan een acid uiteraard. Mediale segment van globus pallidus projecteert naar drie delen. Dat is naar de thalamus, de colliculus superior en naar de formatio reticularis middels de pedunculopontine nuclei. Formatio reticularis, zoals je weet, heeft een belangrijk effect op de bewustzijns- en alertheidsniveau van een persoon. Output van de basale ganglia heeft effect op de corticospinale en hersenstammotorische verbindingen. Hier zien we de betrokken delen, namelijk de motorische cortex, basale kerngebieden, thalamus, cerebellum voor de coördinatie en de
kernen van de hersenstam, namelijk de nucleus ruber, de vestibulaire kernen, die uiteraard ook een en ander doen met evenwicht en dergelijke, en de formatio reticularis voor het alertheids- en bewustzijnsniveau. Al deze gebieden hebben zowel stimulerende als remmende circuits, waarin dus verschillende soorten van neurotransmitters hun werk doen. Nou, we moeten daarbij ook bedenken dat niet alleen de motorische cortex, maar ook de ooggebieden, dat de limbische schors meedoet en allerlei andere kerngebieden in de hersenen. In het groen zien we de stimulerende, oftewel de excitatiewegen, in het rood de remmende wegen. En we zien dus een totaal soort van kringstructuren, regelkringen ontstaan, die enerzijds een remmend en anderzijds een stimulerend effect kunnen hebben op onder andere de motoriek. We zien ook dat de prefrontale cortex meedoet. En prefrontale cortex heeft natuurlijk te maken met zaken als gedrag en karakter. Maar ook het limbische systeem doet mee. En denk alleen maar aan het feit dat je bij bepaalde emoties ook bijbehorende vrij universele gebaren gaat maken en grimassen gaat trekken. Alle regelkringen bij elkaar betrokken. En als laatste gaan we dan over naar een stukje van de praktijk. En de praktijk is onder andere dat er een hypokinesie kan ontstaan bij de morbus Parkinson. En we zien dan dat met name het stimulerende effect, of het remmende effect, sterker wordt vanuit de microstriatale zenuwverbindingen. Morbus Parkinson is dan het resultaat. En een andere is dat juist in plaats van hypokinesie er ook overmatige bewegingen kunnen plaatsvinden. En dus onder andere bij beschadiging van nucleus subthalamicus, waarbij dan chorioatetose of hemibolisme kan ontstaan. Bij stoornissen in het putamen en de remmende circuits al daar zien we dat dat betrokken is bij de ziekte van Huntington, die ook samengaat met choreatische bewegingen en onwillekeurige bewegingen. Denk trouwens in dit verband tevens ook aan de ziekte van Gilles de la Tourette, waarbij ook het verbale en motorische centrum betrokken kan worden, waarbij naast tics, oftewel de onwillekeurige bewegingen van de gezichtsspieren, dat er ook verbale output kan plaatsvinden. Maar dat weet je zelf eigenlijk ook al, dat de motorische zaken die bij plotselinge beschadigingen, zoals bijvoorbeeld op je vingers slaan, dat er dan in één keer een ontremming kan ontstaan en je dingen gaat zeggen die je wellicht niet normaal gesproken doet. Nou, nog eventjes dan, wat ontstaat er zoal bij de diverse beschadigingen van de basale kerngebieden? Bij de nucleus subthalamicus, als die beschadigd raakt, zal aan de andere kant een hemibalisme ontstaan. En dat zijn zeer grove bewegingen van een hele lichaamshelft. Bij beschadiging van de nucleus caudatus, aan de andere kant een chorioatetose, oftewel dus langzame, toch vrij vloeiende bewegingen. Bij beschadigingen van de globus pallidus, aan dezelfde zijde, of aan één kant, sorry, aan één kant beschadigd, geeft aan de andere kant een hemidystonie, oftewel een verstoring van de tonus van het geheel, een hemi-Parkinson-beeld of een tremor. Indien beide zijden raken beschadigd, dan zien we dat er parkinsonisme en akinesie ontstaat. Bij beschadigingen van de substantia nigra als laatste zien we dan dat er het parkinsonisme kan ontstaan. Dit is het eind van de derde presentatie over het zenuwstelsel.